Zo. Iedereen heeft zijn plaats. Hebben jullie allemaal je mobiele telefoon uit? Oh, ik zie in één keer een aantal mensen verschieten. Zelfs op de eerste rij. Goedendag allemaal. Van harte welkom hier in de Nieuwe Kerk bij de uitreiking van de predicaten Excellente Scholen 2013. Mijn naam is Sipke-Jan Bousema en ik zie hier voor mij een heel net en ontzettend divers gezelschap. Fijn dat jullie hier allemaal naartoe zijn gekomen. Ik kan me voorstellen dat het voor jullie allemaal een hele spannende dag is. Divers gezelschap, staatssecretaris, uw gastheer is hier aanwezig, de juryleden die zitten hiervoor. Mochten jullie ze nog niet gezien hebben, dit zijn ze. En alle belangrijke mensen die maar iets te maken hebben met het onderwijs, die zijn hier ook. En dan jullie, de vertegenwoordigers van het onderwijs in Nederland, die ergens op uit zijn. Ja, en ik wil als eerste ook even de mensen mijn speciaal welkom heten die via de webstream zitten mee te kijken. Van harte welkom, want het is tegelijkertijd ook een uitzending. Iedereen kan het vanaf zijn of haar locatie ook meemaken via excellentescholen.nl. Mochten jullie dat nog zelf niet weten, je kan het altijd nog even door sms'en. Welkom, leuk dat jullie er ook bij zijn. Ja, we hebben in ieder geval één kijker. Dat is namelijk mijn vader. Die zit vol trots te kijken. Mijn vader die vond mij vroeger, die zei tijdens mijn schoolkeuze, die vond mij wel geschikt voor het onderwijs. En ik ontkende dat ten stelligste, want ik wilde graag de televisiewereld in, de mediawereld in. En hij is namelijk leraar pedagogische academie. En hij moest heel erg lachen dat mijn eerste presentatiebaantje op televisie was bij het SchoolTV Weekjournaal. Hij zei, ja, in zulke grote getalen kan ik ze niet bereiken. En nu sta ik jaren later sta ik hier en mag ik voor jullie, potentiële excellente scholen, mag ik presenteren. En dan ook nog in de Nieuwe Kerk. Hij was namelijk leraar theologie, godsdienstleraar, dus je begrijpt, zo trots als een pauw zit hij te kijken. Welkom, vader. Toch heel anders in één keer. En we hebben het samen, hebben het over jullie gehad. En dan richt ik mij even tot de scholen die hier aanwezig zijn. Want we hadden het erover van, het is eigenlijk heel erg moedig wat jullie gedaan hebben. Jullie zijn trots op jullie school. Je meldt je aan omdat je wil laten zien wat jullie, hoe jullie werken en hoe jullie organisatie is. Aan de andere kant, je stelt je ook kwetsbaar op. Mensen komen langs, je moet een presentatie geven. Er komt een beoordeling uit, feedback van de jury. En dat doe je. Dus eigenlijk, ja, jullie hebben niet alleen heel veel zorg voor de ontwikkeling en de groei van jullie leerlingen, maar ook voor jullie zelf als organisatie. En eigenlijk is het ontzettend bewonderenswaardig. En als dan het applaus van de jury daarvoor hier begint en dan zo naar achteren, is dat in ieder geval een erkenning, in ieder geval namens mijn vader en mij. Dank jullie wel daarvoor. Goed dat jullie je nek daarvoor uitsteken. Ja, en dan kan het zelfs zo zijn dat je je nek uitsteekt. Dat je alleen vandaag teruggaat naar school, terug naar school of terug naar huis met alleen feedback van de jury. Dat is een mogelijkheid. Of misschien met een predicaat, of misschien alleen met feedback van de jury. Hoe dan ook, het is altijd winst voor jullie als scholenorganisatie. Dat willen we even benadrukken. En het is vooral ook een feestelijke dag, want het is een bijzonder moment van een eind van een jaar. En dat willen we uiteraard met een officieel welkom doen van onze gastheer van deze feestelijke ceremonie. Mag ik een warm applaus voor de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker. Dankjewel voor de mooie aankondiging. En wat is het fantastisch om te zien dat we vandaag een hele volle nieuwe kerk in Den Haag hebben. Met veel schooldirecteuren, met leraren, ik sprak een enkele ouder. Een paar leerlingen hier op de eerste rijen, fantastisch. En ik wil ook namens het ministerie vandaag iedereen welkom heten. Welkom in deze prachtige nieuwe kerk in Den Haag. En ik ben blij dat u er allemaal bent, want u komt van ver. En dat bedoel ik niet zozeer letterlijk, want zo groot is Nederland nu ook wel niet, ook weer niet. Maar dat bedoel ik eigenlijk vooral figuurlijk. Want scholen die zich willen
onderscheiden op kwaliteit, die het beste willen zijn, dat was eigenlijk heel erg lang ongebruikelijk in Nederland. Dat hoorde eigenlijk niet. Uitblinken was een beetje een vies woord in onderwijs Nederland. Maar gelukkig keert het tij. Vorig jaar werd voor de eerste keer het predicaat excellente scholen uitgereikt. En vandaag gebeurt dat opnieuw, de tweede keer. Dus je zou kunnen zeggen dat dit het begin is van een mooie traditie. Dames en heren, het is goed dat u ambitie toont. Want zonder ambitie geen beter onderwijs. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. En natuurlijk, het onderwijs in Nederland is best goed. En nu is het grootste gevaar dat we zelfgenoegzaam achterover gaan leunen. Dat we tevreden zijn met een voldoende. En dat we met z'n allen hier bij elkaar denken dat het onderwijs in Nederland wel af is. Maar ik denk dat wij allemaal hier vandaag wel weten dat goed onderwijs helemaal niet iets vanzelfsprekends is. We kunnen die verworvenheid alleen maar vasthouden als we er aan blijven werken. En dat is precies wat u doet. Als ambitieuze, eigenzinnige docenten en schoolleiders met een heel groot geloof in vooruitgang. Want excellentie is uiteindelijk het geleidelijke resultaat van het continu streven naar verbetering. Dat steeds weer zoeken naar ruimte voor verbetering vraagt enorm veel. Veel van leraren, van schoolleiders, van ouders, van leerlingen. Maar het vraagt ook van ons en van mij persoonlijk om een andere manier van denken en van doen. Tot voor kort keken we in het onderwijs vooral naar scholen die door het ijs dreigden te zakken. Een inspectie richtte al zijn pijlen op dat kleine groepje zwakke en zeer zwakke scholen dat Nederland helaas nog kent. Zo'n 5%. Gelukkig maar heel klein. De rest van de scholen, het overgrote deel dus, moest het doen met de kwalificatie wat we dan in vakjargon noemen basiskwaliteit. Zeg maar, normale mensen zouden zeggen een voldoende. Of leerlingen zouden misschien zeggen dat is oké. Maar als je nou goed kijkt naar die hele grote groep scholen, we hebben het over meer dan 95% van de scholen in Nederland, dan zie je een enorme variëteit. Een enorme variëteit in soorten scholen, maar ook een variëteit in de kwaliteit die geboden wordt. Zet vergelijkbare scholen maar eens naast elkaar. En je ziet dat leerlingen het op de ene school soms veel beter doen dan op de andere school. Of dat leerlingen en ouders, als het gaat om het onderwijsklimaat, bij de ene school soms eigenlijk veel meer tevreden zijn dan bij de andere school. En ik vind het tijd dat we daar open en eerlijk over zijn naar elkaar. Er zijn hele goede scholen en u vormt daarvan de voorhoede. Maar er zijn ook scholen die misschien op zich wel oké zijn, maar die eigenlijk zoveel beter zouden kunnen. En moeten we nou niet met z'n allen de ambitie hebben om daar een kwaliteitsslag te maken? De vraag is alleen, hoe? Met het predicaat excellente scholen laten we Nederland vandaag zien welke scholen iets bijzonders doen, welke scholen uitblinken. En dat doen we in de eerste plaats omdat we trots zijn op die scholen. Omdat we het geweldige werk van leraren, schoolleiders, leerlingen en ouders enorm waarderen en ook wel een beetje willen belonen. En om dat extra luister bij te zetten, zal de uitreiking straks gedaan worden door onze minister-president Mark Rutte. Zijn aanwezigheid benadrukt het belang dat het kabinet hecht aan het streven naar verantwoordelijkheid en excellentie in het onderwijs. Ja, nu wordt het wat rumoerig. Ik dacht dat iedereen dat inmiddels wel wist. Maar het is echt mooi. Maar goed, het gaat niet alleen maar om waarderen en scholen die het goed doen in het zonnetje te zetten. Een tweede, minstens zo belangrijke reden om het predicaat excellente scholen uit te reiken, is om u als voorbeeld te stellen voor de rest van Nederland. Met het predicaat staren we ons eigenlijk niet langer blind op de onderkant en de scholen die het daar slecht doen.
Nee, we kijken juist ook naar de bovenkant. En we geven een pluim aan de scholen die daar de top weten te bereiken. En dat is meer dan een beloning voor alle inspanningen op uw eigen school. Het helpt het hele onderwijs in Nederland vooruit als we een norm zetten. Want je kunt je afvragen hoe andere scholen eigenlijk goed of excellent kunnen zijn als we niet duidelijk zijn in wat we onder goed en excellent verstaan. Over wat, ja, hoe goed en excellent er eigenlijk uitzien. U bent de voortrekkers van een beweging. U bent niet tevreden met voldoende of goed. U gaat voor steeds beter, voor steeds meer, voor de top. En als koplopers bent u een voorbeeld waaraan andere scholen zich kunnen optrekken. En dat klinkt natuurlijk mooi, ik weet dat. Maar hoe zorgen we er nu voor dat dat ook werkelijk gebeurt? Hoe kunnen we zorgen dat andere scholen er echt van leren? En hoe brengen we uiteindelijk die beweging op gang? En misschien is dat wel eenvoudiger dan het lijkt. Zeker als we klein beginnen. Bijvoorbeeld door bij elkaar in de klas te kijken. Door er met elkaar over te praten. En door te discussiëren over datgene wat je ziet. Door open te zijn over wat goed werkt en wat beter kan. Door het tonen van bereidheid om van elkaar te leren. Want de wil en de bereidheid om van elkaar te leren hoort uiteindelijk ook bij een ambitieuze leercultuur. Zet jezelf daarom neer als school. Laat zien waar je mee bezig bent. Niet alleen omdat je daar zelf trots op bent, maar ook om uw kennis met andere scholen te delen en zo het hele onderwijs verder te brengen. Het centrale thema van deze uitreiking luidt niet voor niets: scholen leren van elkaar. Uw kennis en ervaring kan voor andere scholen in uw buurt, stad of provincie de poorten naar verbetering openen. En ik weet dat een aantal van u het afgelopen jaar al is betrokken en samen is opgetrokken met andere scholen om hen te inspireren en om van elkaar te leren en zo die beweging steeds groter te maken. Zo las ik onlangs een mooie uitspraak van Reinhold Guns. Daar zit hij, directeur van de Van Ostade School hier in Den Haag. Ging vorig jaar naar huis met een predicaat en hoopt dat dit jaar te prolongeren. En hij zei: wat schiet je ermee op als alleen de 400 leerlingen van onze eigen school er iets aan hebben? Terwijl je ook de toekomst van 3000 leerlingen in de wijk kunt verbeteren. Ik denk dat dat iets is wat iedereen, of je nou werkt en woont in een grote stad of in een dorp, wel ook voor zichzelf kan vertalen. Je kunt bij elkaar kijken, met elkaar praten. Maar waarom zouden we misschien niet veel verder gaan? Waarom zou bijvoorbeeld de directeur van een excellente school niet voor één dag in de week gaan werken als een soort adviseur op een andere school die nog een verbeterslag moet en kan maken? En waarom zou een school zijn beste docent niet voor een tijdje kunnen uitlenen aan een andere school ter inspiratie? Dat is een mooi voorbeeld. En ik daag u uit om over alle mogelijkheden na te denken waarmee u andere scholen kunt helpen om de stap te maken naar groei en naar verbetering, op weg naar misschien wel ook excellent onderwijs. Dames en heren, jongens en meisjes, zometeen gaan we de predicaten Excellente School 2013 uitreiken. Ik laat u nog even in spanning. En of u nu uiteindelijk met een predicaat naar huis gaat of niet, wat mij betreft hoort u allemaal tot de top. Uw aanwezigheid hier vandaag in deze kerk is ook geen toeval. U hebt er bewust voor gekozen om te laten zien hoe u erin slaagt om het verschil te maken voor kinderen. Al heel lang geleden zei de Griekse filosoof Aristoteles eens: excellentie is nooit toevallig. Niet het lot, maar je eigen keuzes bepalen uiteindelijk je toekomst. En hij heeft gelijk. U heeft allemaal de keuze gemaakt om uw nek uit te steken. Om
steeds weer de lat hoger te leggen. Om een onafhankelijke jury bij u een kijkje in de keuken te laten nemen. En alleen al dat getuigt van een enorme inzet en moed waar u allen ongelooflijk trots op mag zijn. Dank u wel. Juist om met elkaar in gesprek te gaan, kunnen scholen heel veel van elkaar leren. Dat kan op een heleboel manieren. Dat kan via cursussen, via studie, maar ook juist in de dialoog met elkaar. Het spreken met elkaar over hoe doe jij dat nou, hoe gaat dat nou bij jou. Dat is heel belangrijk in het proces van leren leren. Wij hebben nu iets heel moois ontwikkeld waar we heel blij mee zijn. Dat is een combinatie van foto's, tekst en picto's. De leerlingen kunnen zelf een bepaalde taak uitvoeren met zo'n hulpmiddel. En nou ja, we zien dat dat goed werkt en willen dat graag delen met andere scholen. Als je in je eentje werkt, kom je nooit zo ver als je samenwerkt in een team. Teamwork is een van de belangrijkste dingen op school. En in het leven ook. Participeren in zo'n lerend netwerk levert mij veel meer informatie op van verschillende onderwijssoorten. Hè. We zitten met VWO om tafel, we zitten met lagere scholen om tafel. En we merken dat de discussie omtrent hoe ga je nou met opbrengsten om? Hoe breng je dat nou in een school op een manier dat niet iedereen denkt van ja, dat is spreadsheet management. Andere scholen kunnen voor ons leren meer maatwerk geven aan een leerling. Wij participeren in een lerend netwerk. Dat betekent dus dat wij onze ideeën delen met andere scholen. Ik denk dat geen excellente school excellent kan blijven zonder dat ze hun ideeën en hun werkwijze kunnen delen. De Casimir en mijn school, de Al-Ghalam, hier in Gouda, hebben een vorm van samenwerking. En in dat kader bezoeken we elkaar om van elkaar te leren, elkaars wijze van lesgeven. En we herkennen ons in elkaar, we hanteren hoge doelstellingen, we hebben een beetje eenzelfde wijze van lesgeven. En daarin proberen we van elkaar te leren. Als je bij een andere school op bezoek gaat, dan gaat er een andere wereld voor je open. Je bent vaak gewend om de dingen op een bepaalde manier te doen. En dat geldt voor anderen ook zo. Dus het verbreedt je blikveld en het laat je reflecteren ook je eigen onderwijssituatie. We zijn hier aan het debatteren met een andere school, De Venen. En ja, we debatteren. Het is natuurlijk heel leuk om gebruik te maken van elkaars kwaliteit. En als je toevallig iemand op een andere school op zit die dat heel erg goed kan, en Mariette is daar heel goed in, ja, is het natuurlijk alleen maar geweldig als je iemand binnen kan halen en dan met haar, onder leiding van Mariette, de kunst van het debatteren te leren. Ja, het is natuurlijk altijd handig als één iemand of één school iets al heeft uitgevonden, dat een andere school het niet ook nog een keer hoeft uit te vinden. Dus help elkaar. Ik voel een verantwoordelijkheid om ook andere scholen te ondersteunen in het ontwikkelen van een beleid om toptalenten zich te laten ontplooien. Dat doen we ook daadwerkelijk in onze contacten met basisscholen bijvoorbeeld, waarbij we kijken naar een hele goede overstap van talentvolle leerlingen van de basisschool naar onze school, maar ook collega-scholen van voortgezet onderwijs. Ik vind het bijzonder aan deze school dat je dus, er wordt heel veel aangeboden en je kunt daar zelf jouw weg in vinden, kiezen wat je wel doet, wat je niet doet. Ik denk dat je als excellente school een morele opdracht hebt om je kennis te delen. En met elkaar, met de andere scholen in Nederland, en dat hoeven niet alleen de excellente scholen zijn, maar juist ook de andere, dan we gaan kijken van laten we dat landelijke onderwijsniveau omhoog krijgen. En dat we niet meer naar Finland hoeven te reizen om daar te gaan kijken hoe het moet, maar dat we het van elkaar leren en met elkaar leren.
wat ik op heb gestoken van lerende netwerken, is dat ik dat de strijd die ik af en toe moet voeren om een verandering teweeg te brengen, dat ik dat niet alleen heb, dat hebben mijn collega's ook. En soms moet je als eenling daar de strijd aan, maar je moet het vooral met je team doen. En dat zie je ook. Je ziet in alles wat wij in de lerende netwerken bespreken terug, dat de mensen voor de klas de basis zijn voor succes van het onderwijs. Het bereiken van excellentie, het je verder ontwikkelen tot excellentie, is geen gemakkelijk traject. Dat vergt veel van je mensen, van je team, van je directie, van het geheel. Excellentie is geen kunstje. Excellentie is niet makkelijk te bereiken, maar het is wel te doen. En als je zo ver kan komen dat je daar komt, heeft het veel van je gevraagd, maar gaat het je ook heel veel brengen. Ja, we hoorden de jongste spreker al praten over debatteren. Volgens mij is dat een nieuwe politicus in de dop. Had u het op die jonge leeftijd al over debatteren, staatssecretaris? Nee. Oh, dan kan het dus ook nog wat anders worden. Wat zegt u? U was met andere dingen bezig, ja? Ja, op die leeftijd wil je toch vooral brandweerman of piloot worden. Ja. Deze heeft het dus al over debatteren. Nou, dat belooft heel veel goed. Ja, oké. Ja, de vraag is inderdaad, wat is belangrijk? Waar kinderen mee bezig zijn, op welk moment? Dat kan inderdaad brandweerman zijn of inderdaad gewoon debatteren. Ik was net even beneden en toen zag ik een aantal van jullie, de leerlingen die beneden liepen. Een aantal een beetje onwennig van, oh, sinaasappelsap in een wijnglas. Ja, daar hè. En ik zag ook leraren en ik heb een paar even de hand geschud. Nou, dat waren natte handen. Zenuwachtig. Aan de andere kant ook ontspanning, zag ik, want de wijngums die werden hier alweer doorgegeven. Zag ik, ja. De spannende dag. En de nu volgende spreker die zal het niet minder spannend maken. Misschien wel iets meer. Het is een persoon, een man die zijn grootste deel van zijn leven bezig is, vol bezieling mee bezig is geweest in het onderwijs. Hij heeft ruim 10 jaar was die voorzitter van de onderwijsraad. Hij is daarna koninklijke onderscheiden. En wat hem misschien wel het meest typeert, is dat inmiddels met pensioen hij met rosse schreden doorgegaan is in het onderwijs. Onder andere nu bij de Stichting Nederland Onderwijs in het Buitenland. En nu ook als juryvoorzitter van de predicaten Excellente Scholen. Uw applaus voor Fons van Wieringen. Doet het allemaal. Meneer de staatssecretaris, dames en heren, jongens en meisjes. Aandacht geven aan goede en excellente scholen is een manier om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. Het is niet de enige manier, maar wel een belangrijke manier. Scholen die het goed doen, verdienen onze waardering en een bredere bekendheid. Bovendien zijn ze, dat is al gezegd, en u heeft het ook kunnen merken in het filmpje, belangrijk vanwege hun voorbeeldwerking. De jury hanteert bij het bepalen van excellentie een combinatie van criteria die enerzijds uit het veld komen via een veldconsultatie en anderzijds criteria die vanuit onderzoek en organisatieanalyse komen. Dat heeft geresulteerd in 5 criteria die we uiteengelegd hebben in 14 indicatoren. Die indicatoren hebben we aan het begin van vorig jaar, begin 2013, voorgelegd aan de scholen die toen excellent waren om ze nader invulling te geven. En dat zullen we ook in het komend jaar, in 2014, nogmaals doen met de excellente scholen die nu excellent, het predicaat excellent krijgen. Het is belangrijk voor een jury en ook voor het hele onderwijs dat er draagvlak is voor dit soort criteria. Ik licht er 2 aspecten even uit. De eerste is, wij zoeken naar scholen die in den brede goed zijn. Een excellente school kijkt verder dan het verplichte curriculum. De jury kijkt nadrukkelijk naar resultaten in de breedte. In 2013 geven heel veel scholen aan dat ze goede resultaten hebben geboekt op terreinen als burgerschap, sociaal-emotionele vorming, culturele vorming, redzaamheid, internationale oriëntatie. In de brede dus. Het tweede is dat we bij een excellente school niet alleen kijken naar hoe goed ze zijn in de breedte, maar we willen ook graag weten waarom een school zo goed is. Weet een school dat zelf? Een excellente school is dus niet alleen zeer goed
omdat ze goede resultaten heeft, maar ze is zeer goed omdat ze zeer goed weet waarom ze zo goed is. En, niet onbelangrijk, een excellente school hoeft geen excellente leerlingen te hebben. Om excellent te zijn als school heb je geen excellente leerlingen nodig. En niet onbelangrijk voor ons werk is, het is geen wedstrijd, het winnen van dit predicaat. Er is een set aan criteria die wordt gehanteerd en als een school daaraan voldoet, dan ben je excellent. Dit jaar, dit is dus de tweede ronde, hebben we scholen meegenomen die we vorig jaar niet hebben kunnen meenemen. Dat is het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. De criteria die we daarvoor gehanteerd hebben, zijn min of meer dezelfde als voor de andere sectoren, maar we hebben ze op een bepaalde manier ingevuld in overleg en in samenwerking met het veld zelf. Want het is een lastige sector. Dus na consultatie hebben we het specifieke karakter van deze scholen tot uitdrukking kunnen brengen. Persoonlijke redzaamheid, bijvoorbeeld zelfstandig met de bus kunnen gaan, is voor bepaalde leerlingen in deze sector een enorme prestatie. Het moet dus tot uitdrukking komen in die indicatoren die je hanteert. De jury heeft wat betreft deze scholen uiteraard oog voor de zorgtaken, maar bekijkt ze toch vooral als scholen. In totaal heeft de jury dit jaar 141 aanmeldingen ontvangen. Van deze 141 aanmeldingen hebben we er 118 bezocht. De niet bezochte scholen waren vooral scholen die nog te kort op een hoog niveau functioneren. De bezoeken werden afgelegd door duo's van juryleden en externe experts volgens een min of meer vast stramien. Per school heeft de jury ongeveer 3 referenten geraadpleegd, dus in totaal meer dan 300. Ook dat is een onderdeel van de maatschappelijke bevestiging van excellente scholen. Dus niet alleen op zichzelf, maar ook anderen moeten dat vinden. De 52 excellente scholen van vorig jaar hebben zich veelal opnieuw aangemeld. De meeste scholen die het predicaat excellent in 2012 ontvingen, krijgen eveneens het predicaat over 2013. Ze hebben het hoge niveau gehandhaafd en hebben op relevante terreinen ontwikkeling laten zien. Hier komt een oogmerk van het excellentieproces naar voren. We hebben nu, na 2 jaar, een groep scholen in ons land die bepaalde functies in ons onderwijsbestel kunnen vervullen. Bijvoorbeeld de eerste functie die dan opkomt is die van opleidingsschool. Vorig jaar reikte de staatssecretaris aan 31 basisscholen en aan 21 scholen voor voortgezet onderwijs het predicaat uit. Totaal dus 52 scholen. Dit jaar heeft de jury 28 basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs, 4 scholen in het speciaal onderwijs, 4 scholen voor praktijkonderwijs en 32 scholen in het voortgezet onderwijs voorgedragen. In totaal dus 71 scholen. En omdat sommige scholen meer schoolsoorten in huis hebben, gaat het om 76 predicaten. In vergelijking met 2012 draagt de jury dit keer meer VO-schoolsoorten voor, terwijl het aantal voordrachten in het basisonderwijs vrijwel gelijk is. In het voortgezet onderwijs zijn de voordrachten vergeleken met vorig jaar beter gespreid over de verschillende schoolsoorten. En binnen het VWO ligt de nadruk niet meer of niet zozeer op het gymnasium. Van de bezochte scholen, dat zijn er dus 118, heeft de jury 2/3 voorgedragen voor het predicaat Excellente School 2013. En van de nieuwe aanmeldingen ongeveer de helft. De scholen zonder toekenning zijn in 2 groepen te verdelen. Er is een groep scholen die al langere tijd goed functioneert en dicht aan zit tegen excellentie. En waarvan te verwachten is dat ze al over een paar jaar als excellent betiteld kunnen worden. En er is een groep scholen die een zeer aanzienlijke verbeterslag heeft gerealiseerd in de afgelopen jaren, maar die wat meer tijd nodig heeft om de status van excellentie te bereiken. Voor deze scholen is voorbeeldwerking van bestaande excellente scholen natuurlijk buitengewoon belangrijk. De 8 juryleden werden in 2013 door 19 externe experts bijgestaan, waaronder 5 nieuwe die thuis zijn op de gebieden van speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Dat hadden we niet aanwezig in de externe experts vorige keer. De jury heeft haar werk alleen maar kunnen doen dankzij de voortreffelijke bijstand van deze 19 oud-schoolleiders en oud-inspecteurs. De jury is, zoals u weet, voor 3 jaar ingesteld en vanaf 2015 verschuift de aanwijzing van excellente scholen naar de inspectie van het onderwijs. Dit jaar viel het de jury wederom bij alle deelnemende scholen op hoe enthousiast ze zijn en trots op hun werk en resultaten. Deze scholen geven op een voorbeeldige manier betekenis aan het woord onderwijs. De jury wil dan ook zijn grote waardering uitspreken voor de inzet van alle kandidaten. Ik dank u. Dank u wel. Dank u wel, juryvoorzitter.
Ik ga nu iets doen wat we niet hebben afgesproken volgens de organisatie, maar dat maakt het altijd extra spannend. Ja. En daarbij beloof ik dat ik op tijd klaar zou zijn als de minister-president zal komen. Ik wil namelijk vragen, er waren twee mensen met de microfoon stonden klaar, hè? Wees paraat, oké. Want ik wil graag, iedereen die ouder is dan 20 jaar, die kan het zich ongetwijfeld herinneren dat als je in zo'n setting bent, dat je begint te wiebelen op je stoel als je jong bent, dat je eigenlijk wel wat wil doen. En ik wil alle jonge mensen, zeg onder de 20 jaar, nu even de gelegenheid om te gaan staan en te blijven staan. Wie is hier jonger dan 20 jaar? Ga even staan. Ja, jullie geven er al gehoor aan. Ja, we gaan namelijk even naar de mensen waar het echt om gaat in het onderwijs. Dank jullie wel. Even goed naast je kijken of iedereen echt staat, dat niet iemand stiekem is blijven zitten. Ja, oh, achterin ook. Oké, we hebben hier een microfoon, hè? We hebben die hengelmicrofoon, waar is die? Waar is de hengelmicrofoon? Die staat al aan deze kant. Ja, jij staat daar klaar. Oké, let op. Wees bereid om iets te delen, ja? Jullie schoolleiding die heeft zich opgesteld dat ze iets kunnen delen. Wees bereid om iets te delen. En het heeft te maken met excellente scholen. Juryleden, staan mij toe dit even te doen. Jullie werk zit er voorlopig nu even op. Zometeen mag je weer. Maar ik wil graag even de ervaringsdeskundige laten spreken. Want we hebben de juryvoorzitter gehoord over de criteria van excellente scholen. Ik ben heel erg benieuwd, terwijl hier het een en ander wordt omgebouwd. Wat is voor jullie nou echt een topschool? De beste die je maar kunt bedenken. Wat is daarvoor belangrijk? Kun je een voorbeeld geven? Wat vind jij echt heel erg belangrijk voor een goede school? Weet ik niet precies. Ja, je mag er nog even over nadenken. Een van jullie, hebben jullie een idee? Wat is heel belangrijk voor een excellente school? Ja. Een leuke sfeer. Een leuke sfeer. En hoe creëer je die? Door leuk tegen elkaar te doen. Door een leuke sfeer, door leuk tegen elkaar te doen. Ja, wat kunnen leraren daarin doen, bijvoorbeeld? Ik weet het niet. Ik overval jullie een beetje. Denk even rustig na, denk rustig na. Hebben jullie een idee, wat is belangrijk voor een excellente school? Leraren. Ja, leraren. Daar hebben we al één criteria te pakken. We gaan even doorverzamelen. Leraren, hoe moeten die leraren doen? Hoe moeten ze zijn? Samenwerken. Ja, samenwerken. Vertel me eens, waarom is dat belangrijk? Als leraren samenwerken, kunnen kinderen ook meer samenwerken en hogere leren resultaten. Ja, want als ze zelf niet samenwerken, hoe kunnen ze het dan doorgeven? Ja, dus dan halen ze grotere resultaten, zeg je? Betere resultaten? Hoezo is dat betere resultaten? Doordat kinderen ook van leren. Ja. Wat is er belangrijk aan samenwerken? Dat je meer van leert. Als jij iets niet weet en de andere wel, dan leer je ook van de andere. Super, die hebben we genoteerd. Samenwerken. Ja, dat het leuk moet zijn, die staat op 1. Maar dat er ook samenwerken. Ja, jullie. Dat je respect voor elkaar hebt en niet iemands idee bijvoorbeeld afkat. Dat je gewoon hem uit laat praten en gewoon rustig blijft. Ja, en dan heb je het over de leraren, dat je de leraren rustig laat uitpraten. Ja. Sorry hoor. Of andersom ook. Ja, oh, ja, andersom ook, ja. Want wat gebeurt er als er respect is? Dan blijft de sfeer goed en dan heb je meer zin om te leren en dan verhoog je leerresultaten. Gek, respect. Gaan we ook, want dan krijg je vanzelf nummer 1, een leuke school waarschijnlijk. Heb jij iets te delen? Ja, wat is een excellente school? Wat is voor jou een topschool? Een goede directeur. Sorry? Een goede directeur. Een goede directeur. Oh, er wordt al zelfs voor geapplaudisseerd. Een goede directeur. Er beginnen een paar mensen. Want als je een goede directeur hebt dan? Is de school ook goed? Ja, is de school ook goed. Ja, wat moet zo'n directeur doen? Wat moet hij? Is jullie directeur er ook? Ja. Oké. Zit hij achter jullie? Ja. Oké. Is het een goede? Ja. Oh, gelukkig. Noem eens één voorbeeldje. Wat doet hij zo goed? Hij kent mijn naam. Hij kent iedereen bij naam. Ja, wat nog meer? Bijvoorbeeld een vakantie staat hij altijd bij de deur iedereen een handje te geven, een vakantie te wensen. Hij kent iedereen. Ja. Mooi. Mooi. Zijn hier al mensen bereid om iets te delen? Weet je al iets? Ja, waar is de meer? Oh, daar. Ga jij daarheen? Dan gaan we. Ja. Wat is voor jou een belangrijke criteria? Dus we hebben het over een criteria. Ja.
Jo, vertel. Dat je de kans hebt om jezelf te ontwikkelen in de school, buiten Engels, Nederlands, wiskunde en dat soort dingen, maar ook als persoon. Oké, okay, je kans om jezelf te ontwikkelen binnen de les en binnen de school. Ligt dat eens toe? Wat is daarvoor nodig? Ja, dat je niet leert, zeg maar. Oké. Okay. Dat je niet alleen leert hoe dat je woorden moet spellen, maar ook dat je in de school daar dingen mee kunt doen. In plaats van in de les zitten, maar ook buiten de lessen heel veel kunt doen. Buiten de lessen. Kun je een voorbeeld noemen? Wat gebeurt er bij jou? Ja, ik ben vicevoorzitter van de debatgroep van het Haarlemse College. En we hebben... Wow. Bijvoorbeeld, Michael zit zelf in de leerlingenraad en we hebben FOCO. We hebben FOCO? Wat is dat? Voorbereidend conservatorium. Oké, ja. Wauw. Ja, er werd zelfs... Ja, dan kun je dus zeg maar buiten de lessen ook ontwikkelen in dingen die je zelf heel leuk vindt. Ja, precies. Want ik neem aan dat je er vrijwillig voor gekozen hebt. Nee, ik ben verplicht. Oh, je bent verplicht. Maar wacht even, je geeft het wel als voorbeeld. Nee. Wat is het voor jou? Even bijvoorbeeld, je gaf aan als voorbeeld Engels bijvoorbeeld. We zijn wel democratisch gekozen. Oh, dat wel. Gelukkig. Oké, okay, ja. Ja. Maar heb je er wat aan, even, die dingen buiten school? Ik doe ook wel eens dingen die ik niet leuk vind, maar heb ik dan toch wat aan? Gelukkig vinden wij ze heel leuk, want je kunt er zelf voor kiezen. Ja. En ja, persoonlijk vind ik wel dat ik er wat aan heb, want ik heb tweetalig gymnasium gedaan in de onderbouw. Ik ben doorgegaan met versterkt Duits, ik ben doorgegaan met versterkt Engels. Wow. Ik ben nu voorzitter van de debatgroep, dus ik heb al een heel cv opgericht. En ik durf hier voor een zaal te praten, dus dat wil in principe ook al wat zeggen. Ik denk niet dat alle VWO-leerlingen dat durven. Fantastisch. Dank jullie wel. Oké, okay, ik heb jullie al gehad. Ja, oh, hier, jullie staan hier zo. Jullie waren zomaar. Ik zag jullie als eerste binnenkomen. En dan zit je achter een box, maar we gaan nu alle aandacht even naar jullie toe trekken. Als het lukt qua techniek, ja, perfect. Wat is volgens jullie een topschool, een excellente school? Heb je iets bedacht? Wat heb je bedacht? Nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat een school je kan helpen om met je kennis later dingen te doen. Ja. Zoals naar de universiteit of gelijk gaan werken. Dat is wel belangrijk. Weet jij nu al wat je later wil gaan doen? Ik heb persoonlijk nog geen idee, maar ik denk wel. Maar wat, en je hebt, je zegt dan helpen. Wat is dan helpen? Nou ja, bijvoorbeeld met bijvoorbeeld connecties dat je, als bijvoorbeeld een universiteit denkt van ja, de cijfers zijn niet echt heel goed, maar je weet dat de studiehouding gewoon heel goed is en dat je het kan halen, dat je dan wel de kans hebt om jezelf uit te breiden. Oké, okay, dus dat er connectie gemaakt wordt ook naar volgende. Ja, en wat is voor jullie belangrijk voor een topschool? Nou, mij lijkt het belangrijk dat leraren ook de leerlingen stimuleren om hun werk goed te doen. En de leerlingen ook betrekken in de les. En dat ze het niet alleen maar leren omdat ze moeten, maar dat ze het ook leuk vinden om te doen. Ja, dus eigenlijk dat de leraren het zelf ook leuk vinden. Ja. Ja. Wat maakt het verschil als iemand het zelf, dat ze jullie erbij betrekken en dat ze het zelf leuk vinden? Wat maakt het anders voor jullie als leerlingen? Nou, als je het leuk vindt om te doen, ga je er ook meer tijd in besteden en leer je er zelf ook meer aan. En maak je misschien je huiswerk of kijk je er beter naar en dan kun je jezelf ook verbeteren. Hebben jullie van die leraar op school? De juryoverleg is al geweest, hè? Het is al bepaald. Ja. 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 Oh, gelukkig. Ja. Gelukkig. Die zijn er. Daar achterin, ja. Wat is voor jou een excellente school? Criteria. Nou, voor mij is een excellente school echt een school die ook luistert naar de mening van de leerling. Zodat de school zichzelf ook meer naar de mening van de leerling kan toebuigen. Zodat bijvoorbeeld tekorten aan sommige dingen ook opgevuld kunnen worden door manieren te bedenken hoe je dat kan doen. En daarbij telt de mening van de leerling zeker. Ja, dat je mee kan bepalen eigenlijk. Ja. Ja, hartstikke goed. Nou, en die mogelijkheid heb ik binnen mijn school echt zeer veel goed gekregen. Ja. Geef eens een voorbeeld. Ja? Ik zit namelijk in de leerlingenraad en ook in de MR, de medezeggenschapsraad van mijn school. Oké. Okay. Dus, en ik heb al best wel veel bereikt daarin. Wauw, wat gaaf. En hoe is dat voor jou? Nou, voor mij, ja, ik zie het meer van als een soort, ja, ik zie wel dat de school zich wel naar mijn ideeën uitreikt om te vragen van, hoe zit het bij jou? Hoe maak jij het mee als leerling, onze school? Ja, en dat gebeurt. Waarom is dat zo belangrijk voor je? Want als ze het nou bijvoorbeeld eens niet doen, als ze niet die ruimte geven om dit te doen, wat betekent dat voor jou in je leven? Nou, kijk, in principe zou je dat, als je dat niet gaat doen, dan krijg je ook geen excellente school. Omdat je dan niet naar de leerling toe buigt.
zodat je weet wat de leerling wil. Dus als je niet weet wat de leerling wil, dan kan je ook niet doen wat goed zou zijn voor de leerling. Super, dankjewel, dankjewel. Ruimte voor jullie allemaal, dat is sowieso. Nog deze, jullie zitten op welke school? Het Korlaar College. Ja. Oh, dat is in Nijkerk? Ja. Dat is een hele mooie nieuwe school, weet ik. Daar ga je voorbij, dat zie je als je in de trein zit, hè, van Amersfoort naar Zwolle. Is het ook mooi van binnen? Ja, alles is van glas, dus het is echt heel leuk. Je kan echt van alles zien. Ja. Top. Ja, ik bedoelde deze vraag eigenlijk figuurlijk, maar dat geeft al bij niks. Het is mooi van buiten, maar van binnen. Is het op de sfeer en de leraren en zo? Hoe is het voor jullie? Het is een hele fijne sfeer. Het gebouw en de omgeving is heel modern. En de leraren zijn over het algemeen vrij jong. Dus die passen. En wat betekent dat? Nou, dat zij zijn ook nog een beetje modern. Nou, niks tegen oudere leraren. Maar dat is... Zou dit ook betekenen voor de criteria van de jury? Want dan hebben we heel wat werk te doen. Ja, maar ja, ik kan me dat best wel voorstellen. Een beetje afwisseling in leeftijd. Ja, dan zijn ze modern. En dan? En wat dan? Ja, de methodes zijn ook modern. En, Modern, modern, modern. In Nijkerk. Hartstikke goed. Oké, even kijken. Ik zit even te denken. Jullie mogen weer gaan zitten. Mag een groot applaus voor deze experts. Een leuke opmerking hoor. Het klopt. Excuus voor de camera's. Ik hoop dat jullie een beetje hebben kunnen volgen. Dit was een enigszins spontane actie. Je zat al helemaal zo. Oh, wat heb ik nou gezegd? Wat heb ik nou gezegd? Maar het klopt. Het is oké wat je zegt. Ja, afwisseling van leeftijd op een school is natuurlijk ook heel erg belangrijk. We gaan een aantal van jullie bekenden gaan we uitnodigen om even hierover door te praten op het podium. Ervaringsdeskundigen. Als eerste wil ik graag hier naar voren halen. Rian van Genen. Zij was leraar van het jaar 2013. Geef haar even een groot applaus. Waar zit je? Rian van Genen. Ik wil graag van het Korlaar College. Ik ben benieuwd hoe oud u bent. Nan Botting. En directeur van de praktijkschool Het Segment uit Gouda, Arjan Koops. Oh, dat was die goede directeur. Die iedereen een hand gaf. Oh, dat vind ik echt leuk. Hallo, Sipke-Jan Bousma, welkom. Laat het even doorzetten. En als laatste directeur van de Van Ostadeschool in Den Haag om de hoek. We hebben hem al even gehoord in de speech van de staatssecretaris, Renald Guns. Rian, dit jaar gekozen tot leerkracht van het jaar. Jullie mogen even een microfoon pakken. Leerkracht van het jaar in het speciaal onderwijs. Ja, de eerste leerkracht van het jaar in het speciaal onderwijs. Maar leerkracht van het jaar voor iedereen, hè? Van alles. Ja, klopt. Van alles, ja. Ja, ja, want je zit in op het visio-onderwijs, school voor visueel gehandicapten in Breda. Visueel verstandelijk gehandicapten. Ook nog. Dus dat is een bijzondere groep. Ja, klopt. Kijk, bij de predicaat excellente scholen, daar kun je jezelf als school aanmelden. Alleen voor leerkracht van het jaar, niet leraar van het jaar. Nee, u werd voorgedragen. Ja, wist u ervan? Nou, wij hadden... het is voor het eerst dat er een leraar in speciaal onderwijs is voorgedragen. En daarom hadden wij 2 jaar geleden intern, als geintje met de collega's onderling... zo'n wedstrijdje gehouden. Nou, leuk. Bosje bloemen bij de teamvergadering. En ik dacht, nou, daar blijft het bij. Een wedstrijdje. Niet wetende dat één collega mij ging opgeven. Dus ik kreeg op een gegeven moment ineens een telefoontje van... ik mag je feliciteren, je bent door naar de volgende ronde. En ik dacht dat het een of andere verkoop was van een reisje of een loterij. Dus ik zei van, ik heb op het moment geen tijd hoor. Dus, en ik leg de horen er weer op. Maar, echt waar? Ja. En, want ja... Ook wel een beetje geschrokken, zo onder de les word je dan gebeld. Maar ja, dat kreeg een vervolg. Dat kreeg een vervolg en dat gaat verder en dat gaat verder tot het moment dat tijdens de ceremonie in Hilversum uw naam wordt genoemd als leraar van het jaar. Hoe was dat moment? Ja, dat was geweldig. En er waren leerlingen mee naar die dag. En dat vond ik eigenlijk zo bijzonder, want wat ik al vertelde, het is een... Ja, best wel een zware doelgroep. En
leraren waren erbij, zelfs met hun ouders, omdat dat alleen een beetje lastig was. En ja, dat was gewoon een feestje. Ja. Ja, en vanaf dat moment zit je gewoon in een bepaalde molen. Ja, ja. Want hoe is dat? Zo'n erkenning die u dan krijgt, hoe werkt dat voor u? Nou, ik vind het voornamelijk, natuurlijk, ik vind het hartstikke leuk, maar ik zeg ook elke keer tegen al mijn collega's, het is, ja, ik heb dat in ontvangst nemen namens ons allemaal, want ik vind gewoon, ik denk dat ik spreek over het hele onderwijs, maar zeker bij ons op school en in het speciaal onderwijs, je kan het gewoon echt niet alleen. Wij werken gewoon heel veel samen. En, dus het is eigenlijk ook een erkenning voor meerdere. Voor de school. Ja. 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 We hebben het hier vandaag over predicaat excellente scholen. Wat vindt, ja, we hadden afgesproken te tutoyeren. Wat vind je daar nou van, zo'n predicaat dat het er is? Ik denk dat het, sowieso vind ik het hartstikke leuk om als leraar speciaal onderwijs hier te zijn. En ben er ook super, super trots op dat de speciaal onderwijsscholen dit jaar ook hier in de zaal zitten en aanwezig zijn. Mm-hmm. En gaan voor zo'n predicaat. Ja, hoe werkt dat dan? Werkt het net zoals met zo'n titel, werkt het stimulerend? Ik vermoed van wel. Ja, ik denk, je kan het zien als wedstrijd en het is niet nodig. Maar ik denk, tegen mij zeggen ze elke keer van, je steekt je hoofd boven het maaiveld uit. En ja, daar groei je van. En daar zit ook wel wat nadelen aan, zo kan je het ook zien. Ja. Maar ik denk dat ook zo werkt als er een school een predicaat krijgt. Ja, dat is hier al gezegd. Je hebt een bepaalde voorbeeldfunctie. Mensen komen bij jou op vragen van, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, je leert van elkaar. Volgens mij is het het thema nu. Dus, En dan leer je ook nog op het moment dat je moet spreken hier. Ja. Ze had een speakbriefje bij zich, dames en heren. Heb ik niet gebruikt tot nu toe. Niet gebruikt? Doet toch hartstikke goed, of niet? Ja, dus er zit ook nog een extra ontwikkeling bij. Ik wil nog wel even, want daar zei een leerling van, ik zit in de leerlingenraad en daarom sta ik hier nu en daarom durf ik in het openbaar te spreken. Ik wilde dat ik dat vroeger op mijn middelbare school ook de kans had gehad om dat te doen. Want jaren na dato krijgt u die titel leraar van het jaar, krijgt u alsnog de kans, nooit oud om te leren. Fantastisch, dank u wel. Naast u zit Nan Botting van het Korrelaar College. Ja, ik ga een vrouw niet vragen naar haar leeftijd. Gaat hij weer. Ik val vast niet in de categorie van leraren die hij bedoelt. Begrijpt u zijn opmerking? Ja, die begrijp ik heel goed. Leg eens uit, want hij denkt dat hij, wat heb ik nou gezegd? Maar het is een hele goede opmerking natuurlijk. Ja. Nou, het gaat niet alleen om leeftijd, denk ik. Maar het gaat wel om de relatie die je hebt als docent met leerlingen. En die staat bij ons op school inderdaad centraal. Ja. Dus als die relatie goed is tussen docent en leerling, dan denk ik dat een leerling gewoon beter gaat presteren en beter gaat leren. Ja. Ja. Jullie zijn een nieuwe school. Ja. Jullie doen dit jaar voor het eerst mee? Wij doen dit jaar voor het eerst mee, ja. En hoezo vorig jaar niet? Nou, wij zijn in 2005 begonnen met een Atheneum HAVO, dus helemaal uit te bouwen tot aan het eindexamen. En we hadden vorig jaar nog niet voldoende resultaten om 3 jaren gemiddeld. Jullie wilden vorig jaar ook al? Ja, we wilden eigenlijk wel. Hoezo wil je zo graag? Ja, we wilden heel graag omdat wij een innovatieve school zijn. Dus we hebben echt vernieuwend onderwijs in de onderbouw en in de bovenbouw. We hebben flink wat tegenwind gehad in de beginjaren, toen dat nieuwe onderwijs eigenlijk een beetje op de schop ging. En ja, ik vind het een erkenning voor onze docenten die echt heel hard hebben gewerkt om dit concept handen en voeten te geven. En ik vind het ook een erkenning voor ons, voor het werk, dat je met innovatief onderwijs goede resultaten kan neerzetten. Ja. Daar was ik van overtuigd. Daar zijn jullie op uit en dan wil je die stempel ook dat binnenhalen. Denk ik, dan kunnen we dat ook wel vertellen aan de wereld. Want werkt het dan ook zo stimulerend voor jullie? Echt als een soort het Korrelaar College staat in Nijkerk, dus op de Veluwe. Dus veel van mijn docenten zeggen, Nan, is dat nou wel nodig, zo'n predicaat? En we moeten gewoon goed ons werk doen. Doe maar normaal. En dat vind ik ook. Ja. We moeten gewoon goed ons werk doen. Maar dan kun je dus dit mee bereiken. Ja. Dat denk ik. Ja. Goed, dank u wel. En Arjan Koops, de directeur die iedereen een handje gaf. Dat is een mooi compliment, of niet? Een goede directeur, om dat te horen van... Dat is een compliment. Het zegt wel iets over de sfeer en het klimaat wat er bij ons op school is. Warmte, veiligheid, geborgenheid en individuele benadering. Iedereen kent iedereen. De leerling centraal stellen. Ja. En het hoort ook een beetje bij sociale aspect. Jullie zijn een praktijkonderwijs. Wat heeft jullie gebracht om mee te doen, om je aan te melden? Er is toch wel een moment voor nodig om aan te melden om hier aan mee te doen? Ja, dat was nog even diep nadenken. Dat klinkt misschien heel raar. Hoezo? Nou, we waren met
25 scholen voor praktijkonderwijs, die ook een beetje in de voorhoede opereren. Hard aan het werk om het curriculum praktijkonderwijs en de kwaliteit te verhogen met elkaar. En ja, dan krijg je op een gegeven moment een uitnodiging, zou je mee willen doen? Een uitnodiging van de inspectie. Van, nou. En dan denk je na van ja, zullen we het doen of zullen we het niet doen? Wij hebben besloten om het wel te doen. En ik hoorde dat er 4 scholen voor praktijkonderwijs bij zitten, of zijn genomineerd, in ieder geval mee te doen. Belangrijk voor ons om mee te doen, om hier in ieder geval te laten zien dat praktijkonderwijs ook een schoolsoort is die ertoe doet. Ja. En, jullie willen je laten zien? Voor die 30.000 leerlingen in Nederland die er zijn, is school voor praktijkonderwijs niet meer weg te denken. En toch is het ook heel goed denkbaar wellicht om te denken, ja, ik doe het niet. Kunt u iets toelichten over dat wikkenwegproces? Hoezo niet? Dat klinkt misschien een beetje pedant, maar we zijn wel een voorhoedenschool en we proberen daar ook te delen met andere scholen. En dan maak je een overweging aan, laten we het wel doen. Te meer ook omdat het is gaan leven nadat de jury de school bezocht heeft. Zijn er elke week wel een aantal leerlingen bij ons geweest. Ja, zijn we nou al excellent of niet? Oh, echt waar? Het wordt zelfs een druk vanuit de leerlingen. Maar okay. Dat komt ook omdat de jury ook leerlingen is gaan bevragen de school in. Ja, want vertel eens wat over dat proces. Hoe was dat voor jullie? Nou, dan komt er toch een soort, ja. We moesten net als alle andere scholen hier op het ministerie een presentatie geven. Van welke aspecten spelen er nou allemaal op onze school? Hè? Waar zijn we nou excellent in? Waar zijn we nou goed in? Wat doen we nou de hele dag? Dat hebben we gedaan. Helaas maar een half uurtje. Dat is dan heel kort. Want je wil heel veel vertellen over je school. Ja. En vervolgens bezoekt dan in oktober, november de jury de school. En dat is een gesprek met de directeur, maar ook met leerlingen en ouders. En ze gaan ook de klas in. En ze gaan ook leerlingen bevragen. Ja. En, wat was het proces? Ging het zoals u gedacht had dat zou gaan? Was het makkelijker, moeilijker? U doet het voor het eerste jaar mee? Ja, nou op zich niet, want we krijgen natuurlijk heel veel bezoek. Krijgen heel veel mensen over de vloer. Ja, het moeilijke een handje was, gegeven. Precies, iedereen een hand geven. Maar het moeilijke was om de jury, omdat school voor praktijkonderwijs, ja, is toch een beetje, ja, wat is dat nou? Wat doe je dan allemaal? Was het wel spannend met welke scope zij die school binnengingen en hoe dat rapport dan uiteindelijk eruit ziet. En ik moet zeggen dat ze dat goed gedaan hebben. Ja. Ja. Heeft u het rapport al gezien? Het conceptrapport. Hè? Oh, oké. Ik ben al benieuwd. Ja, er staan namelijk, ik weet dat er een aantal goede tasjes voor iedereen klaarstaan, maar daar kom ik later op terug. Okay. Reinald Guns, u heeft vorig jaar al meegedaan. Ja. Toen ook het predicaat gekregen. Is het dan extra spannend om dit jaar weer mee te doen? Ja, het geeft een extra spanning. Want er naartoe gaan, dat is al een mooie weg. Een mooi pad, zou ik maar zeggen. Maar het vasthouden, dat is vaak nog moeilijker. Hè, de wet van de remmende voorsprong. Je hebt een aantal grote successen behaald. Hoe ga je dan de toekomst verder? Ja. Wat is de next step? Hoe doet u dat? Hoe doen we dat? Eigenlijk is het niet bijzonder. Want je gaat eigenlijk verder met de dingen die je hebt uitgezet. Maar je gaat een verdiepingsslag maken. Wij zoeken niet naar nieuwe ideeën of hele grote innovatieve plannen. We doen dingen die we al goed doen. Maar dan maken we een scherpte in. Een voorbeeld. Ik hoor vaak in het filmpje samenwerken. Samenwerken is goed. Maar het geeft geen garantie tot beter onderwijs. Samen delen, prima. Allemaal goede zetten. Begin alsjeblieft zo. Maar het blijkt dat door gezamenlijk actieonderzoek, dat is het verschil, het onderwijs duurzaam verbetert. En wat wij nu op school doen met onze leraren en met onze kinderen, is constant gezamenlijk actieonderzoek. Maar geef eens een voorbeeld. Wat houdt het in? Het houdt in. 5 leerkrachten komen bij elkaar. Weer de groep. Hè. Het gaat dus om het sociaal kapitaal. De groep komt bij elkaar en die gaat 1 les voorbereiden. 1 les. En de eerste vraag die wordt gesteld aan de leerkrachten, waarom zullen we überhaupt deze les geven? Waarom? Het zijn vaak methodes die dingen voorschrijven. En je weet, de leerkrachten die hier zitten in de zaal, die weten, een methode volgen betekent dat je 140% meer tijd nodig hebt. Tijd en geld, tijd is er dus niet. Dus ga je op zoek naar een systeem waarin je gaat kijken van, hoe kun je nou de zaak scherper maken? Ja. U zegt, tijd is er niet. En toch doen jullie het? Ja. Hoe doe je dat dan? Dat betekent dat je keuzes maakt. De directie maakt dan keuzes. Door te zeggen van, nou weet je wat, we maken de klasse wat groter. In plaats van 22 kinderen maken we 28, klas van 28 kinderen. Maar we gaan mensen faciliteren om bij elkaar te gaan kijken in de klas.
Want vaak is het hier bij ons zo, we denken heel vaak van wat kan erbij bij de leerkrachten, maar ons systeem is van wat kan er af van de leerkrachten, zodat ze meer tijd hebben tot voorbereiden van de les. Dat is namelijk het allerbelangrijkste. Ja. En dan wordt er samen een les gedaan, het wordt geëvalueerd, we gaan de les nog een keertje geven. En je snapt wat er gebeurt, tijdens dat lesgeven wordt er gesproken over het ontwikkelen van kinderen. Het gaat over leren van kinderen. Ja. De mooiste opmerking was dit, een leerkracht zei tegen mij, dat 10 jaar, eindelijk snap ik weer waarvoor ik nu eigenlijk lesgeef. Ja. Hier gaat het om. Het is heel basaal is het eigenlijk. Ja. Actie dus door het bekrachtigen van elkaar. De leraren onderling. Uw school staat in de Schilderswijk. Daar werd ook nog net al even aan gerefereerd. Ja. U bent een excellente school in die wijk. Bent u de enige school in die wijk die excellent is? Ja. Het is de enige school. Ja. En dan heeft u het ook over leren van elkaar. Als school zijnde. Dan ben je sowieso met een druk intern proces bezig. En dan ook nog met andere scholen. Hoe ziet u dat voor zich? Hoe doet u dat? Ja, je moet altijd... Men zegt dat we systeemdenkers zijn. We denken in een systeem. Hè? Ik werk voor de Haagse scholen. En we hebben een voorzitter van het college van het bestuur. En die heeft gewoon gezegd ook. Scholen, hij heeft 54 scholen. Die moeten met elkaar samenwerken. En dat is dus een heel goed idee. En dat betekent dus eigenlijk dat mensen, zoals ik, eigenlijk worden vrijgeroosterd. Dat werd net ook in het voorbeeld gezegd. Voor 2 dagen. Om eens met andere scholen te sparren. In gesprek te gaan met hun managementteams en met de leerkrachten. En uiteindelijk gaan al die leerkrachten uit de Schilderswijk, tenminste de 10 scholen van ons bestuur dan, die gaan intensief met elkaar werken. Maar ik zeg het al, het is niet alleen maar samenwerken, het is actieonderzoek naar instructie- en verwerkingsstrategieën en actieonderzoek naar mentale modellen. En hoe wordt erop gereageerd? Dan kan ik me best voorstellen dat het een beetje een drempel is voor een andere school, ook dan om te luisteren naar zo'n excellente school, zeg maar, of in gesprek te gaan. Ja. Ja, ervaart u het is dat net ook? Als in de maatschappij. Ja. Het gaat om de relatie. Als je geen relatie met elkaar hebt, dan wordt het hem niet. Je moet elkaar eerst leren kennen. Dat is stap 1. Ja. Die stap wordt vaak overgeslagen. Want we zitten hier vaak op de ratio hier in Nederland. Een ratio. Maar het gaat om gevoel. Ook om de chemische klik. Je hebt het net gehoord. Ja. Dus dat moet er eerst zijn. Als je dat hebt, ga je verder met elkaar in de school kijken. Mm-hmm. Dus niet met elkaar praten over de school, maar in de school kijken. Ja. Dus directeuren komen bij elkaar op de scholen. Wel onder begeleiding van... Want als je mensen bij elkaar... Onder begeleiding van een procesmanager. Okay. Iemand die net iets meer weet over verandermanagement. Ja. Hoe zet je kinderen in beweging? Hoe zet je teams in beweging? Om het net naar een hoger niveau te trekken. Stap voor stap, zeg stap maar. Stap voor stap in het systeem. Heeft al een van die andere scholen zich ook aangemeld om mee te doen voor de excellente school? En ze zijn langs geweest om te kijken welke stappen er nodig zijn om te excelleren. Ja. Maar ze zeggen van eventjes wachten. Nog even wachten. Even wachten, het is een stap te ver. Ja. Maar wel weten, en dat vind ik eigenlijk het belangrijkste van het systeem. Ja. Kijk, excellent is een uitkomst gewoon. De weg ernaartoe is belangrijk. Ja. Als mijn collega-directeuren erin slagen om 60% van de ideeën te verwezenlijken... Dan zijn die kinderen, die zijn daar echt geweldig mee. Dan is er al, En we hebben het net al een beetje gehad over, hoe stimuleer je nou elkaar eigenlijk om om mee te doen, om jezelf te ontwikkelen als schoolzijnde naar een excellente school. Las ik afgelopen week in de pers, en er zijn een aantal steden die zijn behoorlijk in opmars. Mag ik me heel klein beetje zalig erbij? Want ik zou graag willen vragen, de scholen uit Nijmegen, zouden jullie even willen gaan staan, over samenwerken gesproken? Even kijken, daar, waar is de andere? En daar, jullie zitten niet bij elkaar. Even kijken. Oh, dit zijn wel twee verschillende scholen? Jullie hebben elkaar al gevonden? Oh ja, jullie hebben elkaar al gevonden. Oké, ik ben even benieuwd hoor. Ik haal het even bij. Wie is de stedelijke scholengemeenschap? Dit is jullie. Jullie doen ieder jaar voor het... Oh, mag ik een microfoon? Waar is het? Ja, daar. Zou je even naar boven willen gaan? En dan de andere microfoon graag aan die kant. Ja. Ik ben even benieuwd, het doet dit jaar voor het eerst, de andere twee scholen, als ik goed heb begrepen, het Kandinsky College, wie is dat? Dat zijn jullie. Ja. En het Stedelijk Gymnasium, dat zijn jullie. Jullie hebben vorig jaar al meegedaan en ook de predicaten gewonnen. Dan ga ik eerst even beginnen trouwens met jullie twee. Is er sprake van een sportieve competitie als het hier om gaat? Vertel eens even. En niet te lang naar tijd nemen. Competitie, nee. Liever samenwerking. Liever samenwerken. Ja, ja. Werken jullie ook met Kandinsky hier samen? Jazeker. Toen wij vorig jaar het predicaat allebei hadden gekregen, toen hebben we gezegd, hebben we elkaar gebeld. Ja? Toen hebben we ook gezegd, we gaan dit niet uitventen in de lokale pers, maar we gaan samen een interview houden voor de Gelderlander. En dat hebben we ook gedaan. En dat haalt ook dat element van concurrentie eraf. Wat gek. Ik krijg kippenvel van. Hoe heeft u dat gedaan? Stel ik even de vraag daar. Ga ik daar door met het gesprek? Hoe hebben jullie dat gedaan? Wij bellen gewoon elkaar op om elkaar te feliciteren. En vervolgens is dat idee zo ontstaan. Ja.
En dan doe je toch weer mee dit jaar. Is dat extra, is dat een beetje, is dat spannend? Of je het dan wel of niet haalt? Ja, natuurlijk. Ja. Dat zei meneer Guns net ook. Hè. Als je natuurlijk die status bereikt hebt, dan wil je hem ook heel graag vasthouden. Want ja, als je die Michelinster, werd het vorig jaar genoemd, hè? Ja, wil je hem dan behouden, die Michelinster. Dan gaat iedereen vragen of je niet meer lekker kookt. Ja, inderdaad. Of wel lekker gekookt. Geldt dat ook voor jullie? Ja, wij willen hem zeker niet kwijt, nee. Dus nee. Het geldt ook voor ons. Ja, oké, heel goed. Motivatie. Voor jullie is het eerste jaar. Vertel, wat heeft jullie ertoe gebracht? Nou, ten eerste is het zo dat we al jarenlang samenwerken als scholen in Nijmegen. Dus het is niet iets van het laatste jaar. En ja, het heeft ons ook gestimuleerd om ook intern te kijken. En wat voor een excellentie kunnen wij bieden. Ja, en daar geloven we in. Dus vandaar dat wij hebben gezegd, nou, wij gaan ook meedoen. Dus het heeft in die zin jullie gestimuleerd? Absoluut. Ja. Wauw, dus meerdere scholen in Nijmegen in de race hiervoor. Nou, ik wens jullie heel veel sterkte met de spanning. Het duurt nog heel even, maar ga even zitten. Er is nu al sprake van samenwerking tussen al die excellente scholen in Nijmegen. Hartstikke goed. Applaus voor deze scholen. Ja, dank u wel. Ja, leren van elkaar uitdagen om ook iets te doen. Kunnen jullie begrijpen, en dat is even, stel ik jullie allemaal, kunnen jullie begrijpen, als je zo'n brief binnenkomt, krijgt van de school, ja, ik doe niet mee. Wie kan daar iets over zeggen? Hebben jullie meegedaan trouwens? Nee. Oh, nou, weet je daar iets over? Hoezo? Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik een paar weken geleden de vraag kreeg of ik hier aanwezig wilde zijn, dan had ik in eerste instantie dacht ik, excellent, oké, dan ben je dus heel goed in de cognitieve vakken. Nou, ik ben heel blij om te horen dat dat ook belangrijk is, maar zeker ook alle andere ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Want leerlingen bij ons op school, die rekenen, oké, het zou heel fijn zijn als ze tellen en kleine sommetjes voor het dagelijks leven kunnen aanleren. Maar ik noem maar even het voorbeeld van een autistische leerling. Als die heel goed zou kunnen rekenen en hij komt straks in zijn arbeid of in zijn werk en hij kan niet overweg met zijn collega's of hij kan niet in gesprek met zijn baas. Ja. Dus dat zijn ook ontwikkelingsgebieden die ik heel belangrijk vind. Ja, ja. En die worden dus, dat hele palet wordt naar gekeken. Ik wil er wel een leuk voorbeeldje geven, want ik werk dan met ernstig meervoudig beperkte kinderen en als wij bijvoorbeeld een thema, ik geef het altijd als voorbeeld, van thema koe. Nou, ik kan vertellen over een koe en ik kan een koe laten horen, het geluid van een koe via de computer. Maar wat wij altijd doen is, wij halen de koe in de klas, want de kinderen zijn blind. Dus ze kunnen voelen en een koe in de klas? Een koe in de klas. Wij zitten toevallig in het buitengebied, maar ik noem maar als voorbeeld. Ja. Er zijn een aantal leerlingen die nu op een idee komen, zometeen tijdens biologie. Ja. Nee, maar ik bedoel zo... Ja, natuurlijk. Ja. Het voelen, het verder denken dan dat. Maar ik ga mijn baas stimuleren voor de excellente school. Ja, ik denk dat wij het wel Het is wel leuk om een titel erbij te krijgen. Ja, ga je dat doen? Want, ik ga het echt wel even over hebben. En vragen of dat bekend is en waarom er nog niet over gedacht is. Ja, want hoe krijg je scholen zover dat ze allemaal er helemaal voor gaan om uitmuntend te zijn in alle aspecten? Hebben jullie daar een idee over? Ja. Nou ja... Ik heb het voorbeeld dat we met die 25 scholen voor praktijkonderwijs nu bezig zijn om de standaard heel hoog neer te leggen of neer te zetten. En dan in april een uitrol naar de andere scholen voor praktijkonderwijs te doen, zodat we het hele praktijkonderwijs omhoog liften als het ware. Dus inderdaad elkaar bezoeken, elkaar bevlekken als het ware, als het gaat om kwaliteit, inhoud, aanbod, et cetera. Okay. En als je nu kijkt naar de leerlingen in het proces, want we hebben het... Uiteindelijk allemaal over leerlingen. Wat is dan voor zo'n excellente staat, wat is het allerbelangrijkste voor de leerlingen? Ja, ik denk dat je bij de leerlingen, je moet niet denken in onmogelijkheden, maar in mogelijkheden van de leerlingen. En ja, en ieder kind kan leren pas als het tegendeel tot het tegendeel bewezen is. Dus ja, en hoe stel je dan daarin als leerkracht? Ja, ik ga altijd een stapje hoger. Ja. Probeer ze altijd een stapje hoger te... maakt niet uit op welk gebied. Ja, en de leerlingen het gevoel geven dat, dat er iets mogelijk is. Ik denk dat je eerst een leerling moet betrokken zijn bij het onderwijs. En moet zelfvertrouwen hebben. En dan zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen op één bij deze. Ja. Ja, die mening deelt u? Absoluut. Ja. Maar leerlingen ook eigenaar maken van zijn eigen leerproces. En regie geven. Ja. Dan raken leerlingen gemotiveerd. Dus, heel goed. Ja, dat dank u wel. Wordt er geapplaudisseerd? Ja.
Er werd geapplaudiseerd. Ja, maar u wil nog een kleine toevoeging? Ja, dat laatste is echt een belangrijke aanvulling. Ja. Want het gaat uiteindelijk om die leerlingen. En het blijkt als leerlingen een stuk zelfstandigheid hebben en zichzelf geloven, dat is heel belangrijk iets, dat het meeste werkt. En vaak stellen wij altijd doelen, hè? Dat is tegenwoordig mode, hè? Doelen stellen. Ja. Maar het gaat natuurlijk wel om van, vraag eens aan de kinderen welke persoonlijke doelen ze hebben. Gewoon aan kinderen vragen, wat wil je nou leren in de les? Verbazingwekkend wat onze kinderen daarop antwoorden. Ja. Aan het eind van de les zeggen ze, ik heb het doel bereikt. Wow. En dat zijn geen absolute dingen, dat zijn misschien kleine stapjes, maar voor de kinderen is het een belangrijke stap. Ja. En als je daar feeling voor hebt als leerkracht, dan zeg je van, hè, leerkracht, dat is het, daar doe je het eigenlijk voor. Mam? Ja, ik wilde aanvullen dat we ook vaak leerlingen onderschatten. Dus dat leerlingen eigenlijk veel meer kunnen dan we vaak van tevoren bedenken. En binnen onze school hebben we ook bepaalde projecten. En daar zien we ook dat die leerlingen boven zichzelf uitstijgen. En echt veel meer kunnen dan, dan wij in eerste instantie denken. En dat ze zelf denken in eerste instantie. Geweldig. Ja. Dank jullie wel allemaal. Groot applaus. Mag nu. Ja. Dank jullie wel. Jullie mogen terug naar de plaats. Wauw. Mooi. Dat ze meer... Iedereen onder de 20, waren het een beetje eens met deze opmerkingen, aanvullende opmerkingen? Dat jullie meer kunnen dan jullie zelf misschien denken. Ja, zelfvertrouwen meegeven. We gaan nu langzaam richting de uitreiking. Alleen nog even wat ontspanning. We gaan dit opruimen hier achter mij als het goed is. Klopt dat, heren? Ja, ga je gang. Want het hele podium moet vrijgemaakt worden. Voor een aantal leerlingen waarvan... Ja, als je ze in eerste instantie tegen zou komen op straat, misschien niet eens zo door zou hebben wat ze wel niet kunnen. Ze hebben vandaag gewoon les gehad. Ze zijn heel even van school gegaan om hier te repeteren. Vervolgens weer doorgegaan in de les. En eigenlijk in hun schema pasten wij gelukkig nog net dat ze hier voor jullie wilden optreden. Ik ga de namen alvast noemen. Dat doe ik zo langzaam dat de heren genoeg tijd hebben om dat glas weg te krijgen. Zijn ze er klaar voor? Staan ze hier achter? Nee, ze zijn er nog niet. Zitten ze nog op school? Het is altijd een leuk moment voor de presentator. Als ze er nog niet zijn, de artiest. Kan jullie wel meegeven. Ik heb één keer tijdens een Sinterklaasshow moeten wachten op een artiest, Lee Towers. Hij was de stad in en liet 3 kwartier op zich wachten. En dan zit... Oh, ik zie een duim. Nou, dat viel mee. Het is me gelukt overigens hoor. 3 kwartier met kinderen. Feyenoord supportertjes. Ja, die kun je prima krijgen. Goed. Ze staan er klaar voor, om voor jullie op te treden. En ik ga ze 1 voor 1 noemen. Het is Katrien de Bakker, Merel van Heeswijk, Meerte Smit, Pavel Alexandrov, Jasper de Jong en Julian Keulen. Ze dansen een Russische polka op muziek van Vladimir. Nou moet ik goed kijken. Nee, het is geen Poetin. Als die een choreografie zou kunnen maken... Dan zou hij waarschijnlijk ook heel wat flexibeler zijn in andere opvattingen van hem. Dat is een persoonlijke opmerking, maar het is wel leuk dat hij bijval krijgt. Nu komt de choreograaf, hè? Vladimir Dmitriev. En ook een choreografie van de docent van de leerlingen. En dat is de enige echte Tom Bosma. Hollandser kan het bijna niet. Jullie aandacht voor de leerlingen van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Thank you.
De leerlingen van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Wauw, zeg. Een mooie roos. Blijf er nog heel even bij. Fijn, hè? Zeg, nou, deze uitvoering was al excellent in mijn ogen. Heel mooi. Prachtig. Dan ben ik zo benieuwd. Wat is, kunnen jullie wat zeggen? Even? Ja, is dat een... Oh, nee. Heel mooi gedaan. Dank jullie wel. Waar dromen jullie van? Waar willen jullie laten staan? Nou, op een heel groot podium natuurlijk. Ja, maar heb je al welke? Weet je al welke? Nou, dat nog niet echt. Nee. Maar... groot podium. Dit is iets te klein. Ja. Ja. Oké, okay. Nou, dat is een goede oefening. En jij, weet je al wat je wil? Nee, ik wil ergens in Amerika dansen, later. Hoezo Amerika? Dat is gewoon een droom van geweest van mij altijd. Altijd een droom geweest? Ja. Wauw, wat heb je daarvoor nodig? Nou, een goed lichaam, techniek en uitstraling. Ja. Je hebt die leraar helemaal niet nodig. Godverdomme, je staat je choreograaf achter, je docent. Heb je nog iets? Hoe belangrijk zijn docenten voor je? Heel belangrijk. Oh, gelukkig. Ja, die zijn heel belangrijk. Die leren je alles aan. Wat maakt nou dat je tot extra grote prestaties komt? Dat je denkt van, oh, kan ik dit? Hoe doet een leraar dan? Ja, die pusht je wel af en toe. Pushen? Ja, maar het ligt ook wel aan jezelf. Aan je eigen werkhouding en zo. Je moet zelf ook hard werken. Geldt het ook voor jou? Ik zie je. Ja. Ja. Ja, want we hebben het vandaag. Ja, jullie zijn even. Jullie hadden allemaal lessen gewoon, hè? Ja, we hadden gewoon school. Ja. We hebben het hier de hele dag over excellente scholen. Over hoe je zo goed mogelijk tot het beste onderwijs kunt komen. Wat vind jij van belangrijk? Ja, je moet zelf ook heel hard werken. Oh, dat je gewoon zelf ook hard werkt. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Want als je zelf niks doet, dan gebeurt er niks. Nee. Nou, jullie hebben in ieder geval ontzettend hard al gewerkt. Dat zien we nu al. En we wensen jullie ontzettend veel succes in het behalen van jullie dromen. Dank jullie wel. Koninklijk Conservatorium Den Haag, de leerling. Dank jullie wel. En terwijl ik zit te wachten op een duim die omhoog steekt, krijg ik een nee. Maar oké. Goed. Belangrijke mensen laten soms wel even op zich wachten. Dat kan natuurlijk altijd. Maar wat we wel alvast kunnen doen, is dat ik u zometeen al ga voorbereiden. Want het moment begint bijna te komen. Dat we overgaan tot de uitreiking van de predikaten. En ik richt mij nu tot de scholen, om even de logistiek door te nemen, van wat er gebeurt op het moment dat u zometeen uw naam hoort van uw school en ook ziet verschijnen op het bord. Ik meld dit één keer en ik ga ervan uit dat dat ook mogelijk is met u als excellente school. Hoe gaat het nou gebeuren? Nou, let op. U hoort uw school. Dan mag u elke vreugdekreet uiten die u maar wil. Dat mag, echt serieus. Ik bedoel, als u blij bent, die ontlading van wekenlange spanning of wat ook. Het mag er echt uitkomen, voel u vrij. En dan mag één van de aanwezigen van uw delegatie, zeg maar, mag naar voren. Eentje. Ik weet niet of u daar al rekening mee had gehouden, maar dat moet niet helemaal. Ja, het spijt me, 1. Ja. Dat is nog niet het ergste hoor. Ik zal u vertellen, vertel ik u zo meteen, wat we tegen de minister-president en de staatssecretaris hebben gezegd.
Eén mag naar voren. Sta gelijk op. Zo snel mogelijk. Dus de mensen in het gangpaden, maak echt gelijk ruimte. Dit is, en de doelstelling, we hadden het net over doelstellingen. De doelstelling is namelijk dat iedereen zometeen predicaat krijgt van de minister-president, oorkonde van de staatssecretaris. Dat zou heel mooi zijn. Daar is een beperkte tijd voor. Dus daarom, als u echt fanatiek meewerkt, ik weet zeker dat dat gaat lukken, dan kan iedereen die felicitatie in ontvangst nemen. U staat op. U loopt naar, voor deze mensen aan deze kant langs het podium hier voorlangs en u sluit hier achteraan in de rij en sluit zodanig aan dat u staat ook in de volgorde van wat er op het scherm staat. Dus vraag gewoon, u kunt het bijvoorbeeld even checken door wie er voor u staat en het ook weer door te geven aan degene aan wie u achter staat, dat de volgorde identiek is. Kunt u het een beetje volgen? Dan vraag ik mij af. Ik heb wel eens voor de klas gestaan, maar hoezo is er nu rumoer in de zaal? Kan iemand dat mij toelichten? Zei ik iets geks? Herkenbaar. Wat is herkenbaar? Rumoer in de klas of? Ja. maar wat was het daarvoor dan? Zei ik iets verkeerd? Oh, het is spannend. Oké. Maar dat had niks te maken. Ik zei niet iets verkeerd of zo. Oké. Nou, ik heb in ieder geval alle aandacht weer. Dat is mooi. Dus u sluit daar aan in de rij. U merkt dat vanzelf. De minister-president zal hier staan, staatssecretaris ook. U krijgt de overhandiging. En dan willen we u vragen om hier gelijk plaats te nemen. Een rij hier en een rij daarvoor. Dan zullen maximaal 14 tot 12 mensen op het podium staan om hier plaats te nemen. En dat is tussen de bloemen. Er zit hier een mooi. Dit is de buitenste kant, zeg maar. Ik rek het net zo lang op, totdat ik perfect op tijd de president kan aankondigen. En hier gaat u staan, aan deze kant. En dat doet u een beetje naar de achterkant hier. Zo, ja. En dan staat u goed, want daar staat zometeen onze fotograaf. En die zal op het moment dat iedereen klaar staat een foto gaan afdrukken. Het is natuurlijk wel leuk dat dat vergezeld gaat met een mooi en fijn applaus. Want dat helpt ongetwijfeld voor de uitstraling van de mensen die op de foto staan, als dat niet al een hele goede uitstraling is. Want blij zullen ze zeker wel zijn. Goed, we doen dat in verschillende ronden. We beginnen zometeen met het basisonderwijs. Twee keer een ronde. En daarna start de uitreiking voor het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Daarna de uitreiking voor VMBO en MAVO. Vervolgens de uitreiking van de MAVO. De HAVO en dan de uitreiking van het VWO en gymnasium. Wat ik u nu vast al kan vertellen is dat ik krijg een. Dat is duidelijk, hè? Ik kopieer het ook gelijk. Oh, en daar is die al. Geef hem een groot applaus, minister-president Mark Rutte. Van harte welkom hier. Het woord is aan u. Goed te zijn. Dank u wel. Hoi, dank je wel. Ja, beste mensen, wat ontzettend leuk om hier te zijn. Wat mij zo opviel toen ik alle stukken doorlas in de voorbereiding, dat er, geloof ik, vorig jaar 52 predicaten zijn uitgereikt. Dit jaar 76. Ik weet niet of iedereen al een gevoel heeft waar ze precies gaan vallen. Maar wat mij opviel is dat er in Gouda heel veel hele goede scholen zitten. Bijvoorbeeld. Ja, u mag ervoor applaudisseren. Wat me ook opvalt is die toename. En ik bedacht mezelf ook in de voorbereiding hoe onwaarschijnlijk belangrijk onderwijs niet alleen is om jonge mensen een vak te leren of iets bij te brengen. En ervoor te zorgen dat ze goed beslagen ten ijs komen. Maar ook omdat uiteindelijk leraren een hele grote impact hebben op het leven van mensen. Dus ik herinner mij van mijn lagere schooltijd, van mijn middelbare schooltijd, een handvol leraren die echt net even wat extra brachten, wat meer brachten. Die goed les gaven, maar ook in staat waren om levenswijsheid of gekkigheid, bijzondere talenten te ontdekken in hun leerlingen. En dat zijn de leraren die eigenlijk er net weer even bovenuit stijgen. Een tweede wat mijn ervaring nu is, nu ik enige jaren, een paar uurtjes in de week zelf nog mag lesgeven, is het belang van de schoolleiding. Leraren zijn belangrijk, maar ook de leiders van scholen. Ik word altijd weer heel blij als leiding ook belangrijk is. Maar zeker ook bij de scholen is dat van heel groot belang. Omdat een goede schoolleiding ook echt het verschil kan maken en het beste in die leraren en leerlingen naar boven kan brengen. Maar daarvoor is het wel weer van belang dat je een mening hebt.
En ik denk dat er in het onderwijs nog wel eens een keer hoeken zijn waar vooral commentaar wordt geleverd op wat Sander Dekker of Jet Bussemaker anders zou moeten doen. En dat is ongetwijfeld het een en ander. Maar ik denk dat de echte goede scholen de scholen zijn die vooral bezig zijn om te kijken wat kan ik nou zelf doen om ervoor te zorgen dat ik ook echt van goed naar beter, naar top ga, daar constant mee bezig zijn. Dus niet zozeer kijken naar wat kan die ander doen, maar wat kan ik nou doen om me te verbeteren? Hoe kan ik leren van andere scholen? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik ook echt tot de top ga behoren? En ik vind dat fantastisch, want ik denk dat wij als Nederlanders een ontzettend mooi land, we hebben onwaarschijnlijk getalenteerde jonge mensen. De een heeft hele goede hersens om professor te worden. De ander heeft hele goede hersens en handjes om een vak te gaan uitoefenen. Maakt allemaal niet uit. We hebben heel veel getalenteerde jonge mensen. Ik vind het fantastisch dat jullie hier allemaal als leraren, als schoolleiders, als professionals bezig zijn om het beste uit de jonge mensen te halen. En daarvoor wil ik jullie bedanken. Ik maak ervoor een hele diepe mentale buiging. Gisteren gesport, ik ga het niet letterlijk maken, maar wel een diepe mentale buiging. Ik wil jullie daar zeer voor bedanken en ik vind het ontzettend leuk. Sander, dank voor de uitnodiging om met jou samen dadelijk die 76 prachtige traktaten, die excellente scholen. Het zijn er iets minder dan 76, maar een paar scholen krijgen zelfs een paar keer zo'n bewijs, maar om dat te mogen gaan doen. Nogmaals, fantastisch dat jullie dat doen en blijven doen en weet dat jullie investeren in de volgende generatie en de impact die jullie hebben op jonge mensen in hun meest formatieve periode is ongekend. Die kun je niet onderschatten. En dat weten jullie en daarom ook dat jullie gewoon lollen hebben om tot de beste te behoren en die concurrentie ook met elkaar een beetje aan te gaan. Daarvoor heel veel dank. Jullie zijn het voorbeeld voor de rest van Onderwijs Nederland. Dank. Dank u wel, minister-president. Heel hartelijk dank. U blijft absoluut staan. Ik begeleid u een beetje naar die kant van het podium. Ja. Staatssecretaris, mag ik u ook uitnodigen? Want aan u de eer om de predicaten letterlijk en figuurlijk uit te reiken. U hoort zometeen de stem van Menno van Tartwijk die bekend gaat maken welke scholen echt het predicaat hebben bemachtigd. Heel veel sterkte met deze spanning. We gaan beginnen met de ronde basisschool, de eerste ronde. Te beginnen uit Ommen. CNS Ommenkanaal. Applaus voor de eerste. Ja. Over naar het zuiden in Kerkrade De Schakel. Uit Reutem de Mariaschool. Het Mozaïek uit Roermond. Nuts Basisschool Voorschoten. Juliana Daltonschool uit Bussum. Sint-Nicolaas School te Haren. Uit Huizen Dr. Maria Montessori School. Christelijke Basisschool De Fontuin uit Westerhaar. Uit Helmond Openbare Basisschool De Straat. Uit Buitenpost De Mienskip. De Wegwijzer uit Wijk bij Duurstede. En de laatste twee, Sipke Jan, Christelijke Basisschool Anna van Buren, Roombeek te Enschede. En uit Meersen, De Lindegaard. Wauw. Eerste scholen. En ook gelijk uit alle regionen. Roermond, Helmond, Bussum, Buitenpost. Waar kwamen jullie vandaan? Wijk bij Duurstede. Wijk bij Duurstede, ik hoor een eureka bijna. Nou, geweldig. Ja? Dit is de tweede keer, dus helemaal fantastisch. Hoezo is dit zo bijzonder voor u op dit moment? Je wil graag precies. Vorige keer waren we excellent, dus dan wil je graag dat je er weer bij hoort. We hebben ons best gedaan. Zo is dat. En dan even die ontlading, heel goed. Dan blijf stralen, want het fotomoment wordt op elk moment kan het plaatsvinden. Wie kwam er nou uit Buitenpost? Ja, Hielendal uit Friesland. Ja, helemaal. En niet voor niks. Nee, geweldig, hè? Ja. Ja, helemaal super. Is de eerste? Dit is de eerste certificaat, ja. Voor de eerste keer ook meegedaan? Vorig jaar hebben we meegedaan en er was er een klein stukje wat we nog moesten doen. En nu zitten we er dus wel bij, dus het is... Gek. Ja, dus jullie, het is gelukt dit jaar. Ja, inderdaad. Een kroon op jullie werk. Van harte gefeliciteerd.
zo. Ja, dames en heren, we willen iedereen vragen om zo snel mogelijk op het podium te gaan, want we willen zoveel mogelijk felicitaties door laten gaan. Ja. Ja, goed. Trotse fotografen hier met een goede, met een grote lens en een kleine lens. Ja. We willen vragen om iets meer tempo te maken, want we hebben nog heel veel scholen te gaan. Dames en heren, het tempo gaat iets omhoog nu. Daar wil ik u alvast op voorbereiden. Ja, want we willen namelijk, dat zult u begrijpen, dat zelfs de laatste categorie ook gefeliciteerd wordt door de minister-president. Dat ligt natuurlijk ook een beetje aan de minister-president en de staatssecretaris zelf. We hebben de minister-president en de staatssecretaris meegegeven dat ze 15 seconden per felicitatie hebben. Maar daar hebben ze zich tot nu toe niet aan gehouden. Goed, het is ook heel bijzonder. Ja, de laatste school staat op school. Ik wil de fotografen. Wilt u alsjeblieft een beetje opzij? Alle fotografen opzij, want we gaan nu naar het moment. En ook dit zal zometeen sneller moeten plaatsvinden. Het is mijn vriendelijk... Mevrouw, u mag echt even naar de zijkant. Ja, let op. Ja. Ja, we moeten namelijk een hoger tempo. U mag... Mooi, fotografen. Wilt u de minister-president? In het midden. Oké, okay. U heeft het nu gezien, hè, hoe het moet. Dit gaan we niet nog een paar keer. Hele groep naar die kant. Naar die kant. Oh mensen, het wordt... Die kant. Oké, okay, ik ga naar die kant. Ja, de hele groep. Ja. Nee, u niet. U bent niet de officiële fotograaf, meneer. Wilt u onmiddellijk daarvoor? De kleintjes voor. Het is net als op school. Ja, deze is goed, hè? Ietsje beter bij meneer achterin. Ja, zo... Nog één groot applaus voor alle excellente scholen. Ho, minister-president. Nog één keer, nog één keer. Ja. Ja. Iedereen staat erop? Oké, okay, we gaan door. We gaan snel door. Het tempo mag iets hoger, minister-president. Ja, en dat doe ik voor uw eigen agenda. Nog nooit de agenda van de minister-president beheerd. Maar in dit geval... Ja. Het tempo mag iets omhoog. We gaan naar de volgende categorie. Ga je gang, Menno. Wij gaan naar ronde 2 van het basisonderwijs. Naar voren graag uit Ermelo, de klokbeker. Een applaus. Uit Friesland, Soemarum, M.J. Tamsma Squalle. Uit Utrecht, de Paulusschool. Uit diezelfde omgeving, Nieuwegein, de Schakel. Openbare basisschool Overvecht uit Utrecht. Christelijke basisschool De Ark Vlaardingen. Uit Utrecht de Dalton Rijnsweert. De Grebbe uit Bergen op Zoom. OBS De Veen in Reeuwijk. OBS De Vogelaar uit Raalte. OBS De Bloeiende Betuwe uit Rhenoy. Uit Den Haag de Van Ostade School. En de laatste twee winnaars in deze categorie. Het Mozaïek uit Arnhem. En Algalam uit Gouda. Ja hoor. Ja, blijdschap. Bij de basisscholen. Misschien ook een heel klein beetje teleurstelling in deze groep van de mensen die nog zitten. Maar u heeft net gehoord, school die vorig jaar het niet behaald had, heeft het dit jaar wel gehaald. Ja hoor, uit Buitenpost, daar staan ze. Het voorbeeld daarvan. Hoe was het? Ah, zo ontzettend spannend. De tweede keer, de klokbeker in Ermelo. Je houdt je hart vast, maar super dat we het weer zijn geworden. En ja, het is echt een combinatie van teamleden, intern begeleider, studenten, ja. Alles bij elkaar. Geweldig, ja. Felicitatie waard. We mogen degene die het langste zijn graag achteraan. Ga alvast goed opstellen, zodat we gelijk de foto kunnen maken. Sluit u aan.
Een beetje ruimte voor de minister-president en de staatssecretaris in het midden zometeen. Heel goed. Stralende mensen op het podium. Ja, de Van Ostade School heeft hem toch weer te pakken. Ja, heerlijk. Ja, echt een, leuk voor onze mensen, voor het hele team. Ja, echt wel. Beetje opluchting ook. Ja, het blijft spannend tot het laatste moment. Ja, ja. Ja, want wat dan als u hem nou niet had? Doorgaan. Ja, gewoon doorgaan. Ongetwijfeld een beetje feedback gekomen, maar goed, u heeft hem. En u kunt, weer door, u kunt het weer doorgeven. Ja, dankjewel. Gefeliciteerd. En de laatste felicitatie. We gaan ons opstellen. Fotografen. Mag ik u vragen naar de linkerkant plaats te gaan nemen? Cameramensen ook alstublieft, een beetje naar die kant. En ik krijg die mevrouw nog. Ja, u staat echt te veel in wedstrijd, maar we moeten even door. Even uit respect voor de andere scholen wil ik u vragen naar die kant te gaan. Een beetje, u mag alvast een beetje naar die kant, zodat we een beetje ruimte voor de staatssecretaris en de minister-president. Ja, doe maar in het midden. Ja, let op. En ik krijg een duim van Paul, onze fotograaf. Goed kijken. Is het goed? Ja. Applaus voor deze excellente basisscholen. Goed zo. Kom maar. We gaan naar de volgende ronde. Speciaal basisonderwijs. Speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Als eerste uit Horen de Wissel. Van harte gefeliciteerd. Applaus voor de eerste. Michael School, de Amersfoort. Christelijke scholengemeenschap Parkendijk uit Gouda. Aureus professor Groen, de Amersfoort. Stichting Zo Zijn Daniel, de Brouwerschool. Zowel het speciaal als het voortgezet speciaal onderwijs uit Wilp. De Helderingsschool uit Amsterdam. De Zonnebloemschool, de Plantage uit Emmeloord. Calvijn College Krabbendijken. Symbion uit Didam. En de laatste twee, het Kwadrant uit Bergen op Zoom. En uit Gouda, het Segment. De eerste speciaal basisonderwijs in het excellente. Hoe vindt u dat? Geweldig. Ja, dat is een resultaat waar we met school natuurlijk heel veel jaren aan hebben gewerkt. En dat het nou daadwerkelijk ook wordt uitgereikt. Super blij. Waardering voor ons team, voor onze kinderen en voor onze ouders. Dank je. Heel goed. Van harte gefeliciteerd. Hou deze kant goed aan. En iedereen aansluiten vanaf deze kant. Want de staatssecretaris komt er ook nog bij. Keihard nee tegen de minister-president en de staatssecretaris. Foto's worden namelijk zo meteen gemaakt. Er worden sowieso foto's gemaakt. Dus u hoeft hier niet te poseren. Ik zeg het even, hier gelijk doorgaan. Sluit u aan in de rij. En dan wordt er zo meteen een grote groepsfoto gemaakt. Overigens, zo meteen helemaal aan het einde van de ceremonie, blijft de fotograaf staan. Dus mocht u met uw team op de foto willen hier, dan kan dat. Moet u gewoon even hier in de zaal blijven.
Ja, dames en heren. De opstelling is daar. U mag aan die kant plaatsnemen, meneer. Ja hoor, Gouda is weer in de prijzen gevallen. Ja, wat zijn ze trots, de leerlingen. Neem plaats. U mag ook in het midden hoor, staatssecretaris. Ja? Oh kijk, en hij kan nog dansen ook, meneer Koops. Staan ze zo goed? Dames en heren, een groot applaus voor de eerste keer. Mensen van het speciaal onderwijs. Predikaten excellente scholen. Heel goed. Van harte gefeliciteerd allemaal. Geniet ervan. We gaan door naar de volgende ronde. De uitreiking voor VMBO en MAVO. Menno. Uit Tholen, Calvijn College Tholen. Pius Tien Bladel uit Bladel. Christelijke scholengemeenschap Calvijn Juliana uit Rotterdam. Geuzen College uit Vlaardingen. Het Comenius College uit Hilversum. En uit Venlo het Blariacum College. Het Merlet College uit Mil. Penta College Oude Maas uit Spijkenisse. Dr. Nassau College Oost-Drenthe uit Gieten. Uit Hegelsom het Sita Verde College. Het Kandinsky College uit Nijmegen en de laatste twee, Cyprian Torop, MAVO uit Rotterdam en het Clusius College uit Castricum. Ja, daar staat u dan. Oh. Tweede keer, maar een pak van mijn hart. Een pak van uw hart. Dat is gewoon spannend. Een soort zwemdiploma gevoel. Ja, toch hè? En toch doet u weer mee. Wat vindt u het goede aan dit alles? Dat de overheid oog heeft voor scholen die niet alleen op resultaat, maar over de hele breedte hoog scoren. En hun best doen voor leerlingen. En dat vind ik heel fijn. Goed zo, gefeliciteerd met uw predicaat. U mag vanaf hier inderdaad de rij gaan aansluiten. Een halve maan wordt hier gecreëerd op het podium. Ontlading. Het blijft spannend, hoor ik hier al. En als u vol van vreugde wil twitteren, dan kan dat. Gebruik dan ook hashtag excellente scholen. Dan vindt u alle reacties zometeen bij elkaar. Hashtag excellente scholen als u gaat twitteren.
Zo mooi om te zien. Oh, ik... Wat? Ik mag de minister-president tot orde roepen? Zegt u dat nou serieus? Dat is de organisatie die dat zegt, hè? Ja, oh, hij luistert er gelijk naar. Mooi. We gaan weer voor een foto, dames en heren. Groot applaus voor deze excellente scholen in het VMBO-onderwijs. Alle van hartelijk gefeliciteerd. We gaan door naar de volgende ronde. HAVO. Uit Venlo is dat als eerste Faluas. Van harte gefeliciteerd. En uit Nijkerk, Corla College. Uit Den Haag, het Christelijk College De Populier. Rijnlands Lyceum Wassenaar. En de HAVO-afdeling van het Kandinsky College uit Nijmegen. Het Calvijn College uit Goes. Uit Bussum het Goois Lyceum. Uit Rotterdam Wolfert van Borselen. En de laatste twee, Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen en het Vechtsteden College uit Weesp. Oh, mooi. Nijmegen, in de prijzen. Gefeliciteerd. En die ontlading, dat is zo mooi te zien. Dan was die spanning in het begin, de stilte in het begin van deze meeting, begrijpelijk. Ontlading ook bij u? Ja, natuurlijk. Teamwork makes the dream work. En dit is de erkenning voor iedereen. Ja, ik ben blij. Voor onze leerlingen en onze collega's. En trots. Gaat u het vieren? Gaat u het vieren? Elk succes moet je vieren. Ja, tuurlijk. Al over nagedacht, hoe? Nou, niet over willen nadenken. De moeite van het vanzelfsprekende misschien. Maar onderweg naar Venlo zo meteen komen we wel op goede ideeën. Nou, dat is een lange rit in euforie zometeen. Veel plezier ermee. Iedereen sluit zich inmiddels aan. Heel goed. Oké, dames en heren, dan gaan we opstellen. Oh, de laatste felicitatie wordt in ontvangst genomen. Staat u al klaar voor het moment? Ietsje meer naar buiten. Is dit goed zo? Ja, perfect. Een halve maan wordt gecreëerd. Goed, al een beetje ruimte voor de minister-president in het midden. Ja hoor. En opgelet, fotograaf Paul is er klaar voor. We
kijken in de camera. En een groot applaus voor de excellente scholen HAVO. Hartstikke bedankt en van harte gefeliciteerd. We gaan door naar VWO en gymnasium. Uit Amstelveen in deze laatste categorie, Keizer Karel College. Van harte gefeliciteerd. En het wordt bijna gewoon, ook voor het VWO, het Kandinsky College in Nijmegen. Uit Bussum het Goois Lyceum. Stedelijk College Eindhoven. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen. Van Maarland Lyceum, ook uit Eindhoven. En uit Amsterdam het Sint Ignatius Gymnasium. Uit Rotterdam het Marnix Gymnasium. Utrecht Stedelijk Gymnasium. Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam. Scholengemeenschap Johan van Oldenbarneveld uit Amersfoort. En de laatste twee, Stedelijk Gymnasium Leiden en het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. Terwijl de laatste scholen hier het podium betreden, wil ik nogmaals alle scholen feliciteren die het predicaat hebben. En ook alle scholen alvast feliciteren die het niet behaald hebben, maar wel het gedaan hebben. Volgend jaar is er weer een kans. Het predicaat is maar voor één jaar. Doe alstublieft weer mee. Want sowieso, zeiden we in het begin al, u krijgt feedback mee van de jury. Een heel rapport, een schoolrapport, een juryverslag. En die kunt u zometeen, en dat is heel belangrijk, elke schoolsoort kan het beneden ophalen. En dat zit in deze tas. Dus zorg dat u per schoolsoort deze tas zometeen ophaalt. Deze tas, u ziet ook aan die kant, haal hem op. Want er zit hele belangrijke informatie, persoonlijke informatie voor u en uw school in. En dat geldt voor alle aanwezigen. Hier. Dus elke school en elke schoolsoort krijgt zo'n tas met al die informatie erin. En ook nog een presentje. Dat dus zometeen. Ik kan u ook alvast vertellen dat er beneden zometeen een borrel is in de foyer. En ik herhaal nog één keer. Bent u trots en wilt u heel graag op de foto? De fotograaf blijft hier nog even. En u kunt dus nog even extra op de foto met uw groep hier in deze mooie locatie, de Nieuwe Kerk in Den Haag, om ook u als groep te vereeuwigen. Dat dus zometeen. De laatste blije scholen komen nu naar voren. Heel goed. En de opstelling van de foto wordt alvast gemaakt. Neemt u plaats. Daar achterin is nog een ruimte. U mag daar, ja. Oh, wat u wil. Als het, ja, Rotterdammers bij elkaar. Oh, er worden hier alweer connecties gemaakt. Ja hoor. Kruip maar aan. Schuif maar aan.
De laatste scholen. Dames en heren. Bijna aan het einde gekomen van deze uitreiking. Enorme ontlading. We gaan ons opmaken voor het laatste moment. Oh, dat is wel leuk. Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. Ook in de prijzen, volgens mij zijn ze allemaal uit Nijmegen weer in de prijs gevallen. Dat wordt weer bij elkaar komen voor een persbericht, hè? Gefeliciteerd Nijmegen, prachtig. Mooi resultaat. Oké, we gaan iets inschuiven, want u staat een beetje aan de kant. U mag een beetje doorschuiven. Ja, geef hem een... Als u de arm eromheen slaat, dan... Goed. Een beetje doorschuiven. Ja. Dames en heren, het laatste applaus is een wat langer applaus. Ik zal ze stuk voor stuk noemen, want voor deze uitreiking is een bergwerk verzet. Een ontzettend veel secuur en aandachtig werk. Mag ik als eerste een groot applaus voor alle juryleden die zich hier hebben hard voor gemaakt. Dank voor al uw tijd, commitment. Dan wil ik gelijk doorgaan naar alle mensen van de organisatie, van het ministerie van OCMW, de mensen van de techniek. Geef je ook een groot applaus voor hun. Ja, komt goed hoor. Juryvoorzitter, let op, als allerlaatste. Alle scholen wil ik bedanken, alle deelnemende scholen voor hun inzet. Heel goed gedaan. Alle leerlingen die hier hebben geholpen en hun zich hebben uitgesproken. Dank u wel, staatssecretaris. Iedereen, alle mensen die hebben bijgedragen, hartelijk dank. En natuurlijk de staatssecretaris en de minister-president voor hun komst en voor het fantastische feest wat hier is georganiseerd. Dank u wel. En het laatste applaus, dames en heren, nu wordt de foto gemaakt, is voor de predicaten van het VWO, de excellente scholen. Gefeliciteerd. Dank u wel, gefeliciteerd en een hele fijne reis naar huis. Dank u wel. De borrel en de...